Goedemiddag. Het is inmiddels al iets van 2:30 en ik heb een beetje een slow start gehad vandaag. Oh, nou, eigenlijk een beetje een verrassende start, want ik werd wakker van Marielle die aanbelde. Ik was namelijk compleet vergeten dat we naar de sportschool zouden en was gewoon vergeten gisteravond de wekker te zetten. En toen hoorde ik vanochtend vroeg de bel, of vanochtend vroeg valt al mee, 9:50 of zo. Maar ik lag gewoon als een blok te slapen. Ik heb gewoon zo slecht geslapen deze week dat... Nou ja, eindelijk was Harry niet vervelend aan het doen en ik kon gewoon normaal slapen. En heb ik er ook gewoon goed van genomen. Maar goed, ik hoorde dus de bel gaan en toen dacht ik in eerste instantie van... Oh, dat zou de postbode wel zijn. Oh, laat maar gaan, dan brengt hij het wel naar de buren. En met de buren bedoel ik trouwens een winkel die hieronder zit. Dat is super chill, want die zijn natuurlijk altijd thuis. Maar toen dacht ik van... Hè, is het wel de postbode? En toen dacht ik... Oh kut, ik zou gaan sporten en dit is Marielle, oh god. Dus toen heb ik Marielle binnengelaten en ik zei, ik moet bekennen, ik ben net wakker. Nou, dat zag ze ook wel, mijn haar zat overal en shit en ik, nou ja. Maar toen heeft ze hier nog maar gewoon eventjes thee gedronken en toen hebben we besloten dat we morgen maar gaan sporten. Want anders werd het allemaal wat te laat, want Marielle had ook nog meer dingen die ze wilde doen vandaag. Dus als ik me dan eerst weer moest omkleden en mijn gezicht wassen, lenzen in, bla 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 bla. Dan had ze eigenlijk niet zoveel zin om op te gaan zitten wachten, dat snap ik ook wel. Dus goed, morgen gaan we sporten. En ik heb nog de ochtend gebruikt om eventjes aan mijn blog te werken en zo. En ik heb net Vincent overgehaald om toch maar eventjes een kijkje te gaan nemen bij een kerstmarkt die hier in het Blokhuis Poort is. Blokhuis Poort is een oude gevangenis, die wordt dus niet meer gebruikt als gevangenis, maar dan, daar zitten allemaal creatievelingen. En nu hebben ze een kerstmarkt. Volgens mij heeft Vincent daar ontzettend veel zin in, as always. Maar dat gaan we gewoon even doen en dan eventjes de stad in, denk gewoon eventjes ergens wat... drinken of zo, misschien eventjes wat winkels in. En wat ik heel graag wil vanavond, is er is Luna in Leeuwarden. Ik weet niet meer waar het voor staat, maar het is een soort, ja, dat is wat je in Amsterdam hebt, het Amsterdam Light Festival. Ze hebben allemaal, nou ja, versieringen, kunstwerken met lampjes door de hele stad heen. En volgens mij is dat fucking vet. En vanavond is de laatste avond dat het is. Dat is 3 avonden achter elkaar. Dus dat wil ik eventjes zien. Dat is vanaf 5 uur. Dus nou, dat kunnen we ook nog wel even meepikken als het toch de stad is zijn, denk ik. En ik heb even een vraagje aan jullie. Mijn foundation is namelijk zo goed als op. Deze is van Tarte. En dat merk kan je hier niet krijgen. Ik heb deze in Canada gehaald eerder dit jaar. Maar deze vind ik echt super nice. Maar ik zoek dus nu een vervanger hiervoor die je wel kan krijgen. Ja, dat kan je wel krijgen, maar dan met vet veel shipping costs en zo. Daar heb ik geen zin in. Maar dit is de Tarte Amazonian Clay. En die is gewoon heel erg dekkend. En blijft gewoon echt lang zitten. Dat gaat niet zomaar van je gezicht afglijden, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg fijn. En verkrijgbaar in een hele lichte kleur. En dierproefvrij. Dat zijn eigenlijk al mijn eisen. Het moet dekkend zijn. Moet goed blijven zitten. En dierproefvrij zijn. En verkrijgbaar zijn in lichte kleurtjes. Dus als jullie suggesties hebben, please do tell me. Want ik word een beetje wanhopig. We zijn inmiddels klaar op de kerstmarkt en we zijn nu eventjes bij Fire Café, wat te zien is aan mijn hoofd. Dat is ook gewoon on fire. Nee, ik weet het, het is gewoon, hier zit zo'n, whatever, een heater. Dus daarom is mijn hoofd zo rood. Maar we doen eventjes lekker nachos en ik een wijntje en Vincent een biertje. Maar ja, we zouden nog eventjes ook naar die lichtshow dus, waar ik het over had. En ik hoop dat we dat nog steeds kunnen doen, maar ik heb opeens fucking last van mijn voet. Ik snap het echt niet. Ik heb volgens mij gisteravond een beetje verstapt of zo, maar toen had ik er nog helemaal geen last van. Maar nu opeens doet het echt super veel zeer. Echt heel annoying. Dus ik hoop dat het zo meteen open gaat om eventjes hier te gaan zitten. Want ik wil dat wel heel erg graag zien. En nu ga ik nachos eten, want Vincent eet alles op. Het is alweer zaterdagavond en ik lig nu in bed. Surprise, surprise. Ik heb heel wel gedacht, denk ik, bij het zien van deze beelden. Maar ik ben een klein beetje tipsy.
moet ik eerlijk zeggen. En daarom lig ik ook nu al in bed, want het is niet eens zo heel laat. Het is echt 10 uur of zo bijna. Maar ik word echt een oud wijf als ik drank op heb. Dan word ik zo moe. Dat is echt niet normaal. Dus ja, ik moet gewoon bed. Dus daarom lig ik in bed. Maar we waren nog eventjes naar Kelly en Isha toe. Kelly is mijn zusje, Isha is een vriend. Mijn oom en tante waren daar ook. En mijn ouders waren er ook. En het was wel gezellig. Misschien een beetje te gezellig. En ik had natuurlijk bij Fijkerve wat wijntjes op. Dus ja, dat. En ik heb nog steeds fokt op last van mijn voet. Is echt niet normaal. Ik denk dat het mijn enkel is. Gok ik. Want ja, nou ja, gewoon, ik denk gewoon dat het mijn enkel is. En we hebben dus ook niet al die lichtshows kunnen bekijken in de stad. Maar volgens mij wel de leukste gehad. Die zaten zeg maar op de route naar de fiets toe. Dus dat kon wel. Diegene aan de gracht met die jungle dieren. En die op het gerechtsgebouw. Of het heet niet gerechtsgebouw, we noemen dat zo. Paleis Justitie of zo, whatever. Maar er was dus nog meer. Maar dat heb ik allemaal niet kunnen zien. Dus dat vind ik wel echt heel erg jammer. Maar het doet zo vreselijk zeer. Ik hoop dat het morgen beter is. Want ik zou morgen gaan sporten met Marielle. Aangezien het vanochtend dus een beetje in de puin liep. Maar ik denk dat het even onder voorbehoud wordt. Want het doet echt heel veel zeer. Ik kan echt niet normaal meer lopen. Ik vind het echt heel vervelend. Echt, ik voel me echt zo'n oud wijf dan. Dus ik hoop dat het morgen afgelopen is. Want ik vind het echt niet leuk. Dus misschien dat eventjes een avondje rust. Of zeg maar gewoon nachtrust. Dat dat helpt. Nou, ik hou nu op met lullen. Dus ik hoop dat jullie dit wel een leuke video vonden. Op zich hebben we niet heel veel gedaan. Even naar Kerstmorgen geweest. Een lichtshow gekeken en zo. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat morgen nog weer wat leuker wordt. Dus als je het leuk vond, geef netjes een duimpje omhoog. En abonneer je ook even op mijn kanaal. Dus tot morgen. Alvast bedankt en zo. Maar dan omgekeerd alvast bedankt. En tot morgen. Dat is dus tot morgen. Doei doei.